allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag neem ik even een simpele video op. Ik wil gewoon een paar van die archeologische vondsten doen. En ik hoop dat we wat speciaals vinden, want dit is wat ik moet verzamelen. Het is best wel veel hier, maar het is een klein rondje, dus ik heb er niet echt een heel groot probleem mee. Je kan een groter rondje doen of gewoon echt helemaal een apenlaarzen zoeken. Maar ik hou het liever simpel. En dat is gewoon makkelijk. En dan moet ik ook nog hopen dat ik iets vind en dat is hier. En misschien horen jullie het wel, het geluid van Star Stable is aangepast, de hoefgeluiden. Oh, hè, dit ding. Jee, een verrotte paard. Oh, een half. Kan ik die verder laten rotten, want volgens mij kan ik alleen maar heel veel pagina's inleveren. Maar oké, dat is dus een van de dingen die ik moet verzamelen. Nou, moet, mag. Ik weet niet echt wat het is. Oh, dat ik erin zag. Ik heb nog nooit gezien. Deze. Dat het een struggle hier welk padje moet hebben. En ja, het is vandaag al zaterdag, dus ik ben een beetje laat met opnemen. Wat? Oké, Star Stable fix dat even. Ik zie jullie wanneer ik weer wat heb gevonden. Ik vind hier altijd best wel veel, zeg maar, van die archeologische vondsten. Jemig. Als je dat woord een paar keer achter elkaar moet uitspreken, is het veel te moeilijk. Je zou zeggen, ga hier naar beneden, daar vind je het meeste. Maar hierboven is ook altijd. Nee, die doet het niet. Ik weet niet precies wat jullie horen, maar ik hoor ook een radio. En ik hoop dat dat mag, want ik mag het ook niet uitzetten. Hier, deze. Dit ding heet trouwens Oude Betty. Ik snap echt die naam er niet voor, maar oké. Iets onverwachts. Oftewel, ik heb er niks aan. Een oude stop. En dan ga ik hier wel naar links, maar hier waar mijn muis zit. Ik weet niet of jullie die kunnen zien. Hallo meneer. Weet niet. Je krijgt zeg maar pas een melding in je scherm als je het doet. Als je het niet doet, heb je best wel pech. Oh, weer een super interessante. Die zijn altijd wel goed. Oh ja, deze kan ik wel inruilen. Ik zie jullie weer als ik weer wat heb gevonden. Ik heb eigenlijk nog niet verder iets gevonden. Tenminste, je vindt al van die steentjes. Maar die moeten dan wel geactiveerd al zijn. Want anders kan je er niks uit krijgen. Dus ik ben nou eigenlijk alweer bijna aan het einde van mijn route. Of deze moeten doen. Ja. Yep. Alleen je kan die sterretjes niet meer zo goed zien. Ik kon altijd heel ver van tevoren zien of zo'n sterretje... Zeg maar die sterretjes hierboven deden. Die nou weg zijn.
weer. En ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar ik heb bijna de 10.000 Jorvik shilling. En dat betekent dat ik binnenkort een shopvideo op Starship wil houden. Al kan je niet zo heel veel daarmee kopen met 10.000, maar... Ja, anders krijg je geen Jorvik shillingen meer erbij en dat is een beetje zonde. Als je er zoveel moeite voor doet. Even kijken. Deze. Soms blijft het moeilijk, ook al ken je het zo goed, om de weg te vinden ergens. Nou zeg. Potverdikke me. En... Trouwens, iedereen die gaat zeggen in de reacties, zet je geluid zachter. Ik heb ook oortjes in. Zeg maar gewoon normale oortjes. Die gewoon bij mijn telefoon zaten, omdat niks anders daarin doet. Ik heb er nergens last van. En ik heb best wel gevoelige oren. Omdat ik een groot gehoorbereik heb. Nou, wat krijgen we deze keer? Hetzelfde. Oh, jemig. Oeh, dat is veel. Zoveel hoef ik er niet voor. Nog 200. Kan ik deze splitsen? Nope. Ja, dat ding kan ik niet verkopen. Nou, oh ja. Er was nog iets anders. Ja, ondanks dat ze de... nieuwe privacywet ook moeten handhaven. In de Lifetime Shop, dus daar kan je alleen kopen of gewoon pakken, want je koopt het niet echt. Er is weer een nieuw artikel. Of product, of hoe je het noemen wil. Of iets, ik weet niet wat het is. Dat zeggen ze nooit en ik hoor dat ik er bijna ben. Dit was een gratis ritje trouwens. Als je naar je homestable gaat, van een paar taxi bellen is gratis. Ik geef bijna geen Jorvik shilling meer uit. Is goedkoper. Oké, dat was een onzin geluid erbij. Maar dan rijd ik nu nog even snel daarheen en dan hoop ik dat ben ik hem dan nog doe. Ik ben net aangekomen en het is een nieuwe hoed. Die hoort bij die broek. De schoenen volgens mij ook. En het strikje. Het is gratis, dus. Exclusief. Hoort deze er ook bij? Volgens mij niet. Ja. Ja. Nee. Volgens mij kon je ook zonder handschoenen weer. Ja. Maar ik rijd liever met. Dan is... alles er behalve. Hoofdstel, dingetje. Zadel, die. Het dekje. Dat ding. En peesbeschermers. Ja. Ik kan nog kijken of het lukt met dit doen. Ik denk het niet. En dan ga ik hierna nog een video opnemen en dan heb ik gelijk voor volgende week ook een video, want ik heb aankomende week erg veel werk. Voor school vooral. Zodra ik van school af ben, heb ik waarschijnlijk ook meer tijd over voor YouTube. Of het in ieder geval vakantie is. Dus, en ik kan dit wel verkopen, maar dan krijg je niet alles. Dus dat vind ik altijd een beetje zonde.
En het is een beetje laggy volgens mij, bij jullie ook. Waarschijnlijk. Dat was 1. 2. Nou, waarom deed hij het niet? 3. Dit is gewoon heel simpel, even 3 klusjes doen. In totaal 9. Ben je lekker snel klaar ook. En iedereen die in mijn club wil, er is nog genoeg plek. En voor nu is er 1 keer in de week een vergadering. Op het moment gaat die niet door vanwege dat de scholen weer zijn begonnen. En dat ik nog niet zoveel mensen heb. Nope, ik heb het niet gered. Ik moet nog 107. Nou, dan hoop ik jullie weer te zien bij een andere video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En ja, abonneer even als je dat nog niet hebt gedaan. Iedereen op Starstable in mijn club is welkom. Je kan me gewoon een mail sturen via Starstable op het spel dan. Ik zit op de server Strawberry Meadow. Ik heet Hannah Summerford met een D. Op YouTube heet ik met een T. Dat is met Nederlands. En ja, als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan even. En klik even op het belletje, want anders krijg je geen meldingen meer. En als je nog een vraag hebt voor de Q&A, zet die dan even in de reacties onder deze video. Doei!